de eerlijkheid is dat er geen medicijnen zijn, geen pijnbestrijders zijn, geen paracetamol bestaat die dit probleem kan oplossen. Die landen zullen door moeten gaan met hervormen, met bezuinigen, met groei lostrekken in die markten. Dat zal moeten gebeuren. Er zijn instrumenten beschikbaar in Europa voor landen die op korte termijn zeggen we redden het niet zelf. Welke zijn dat? Nou, dat zijn de firewalls die we gebouwd hebben, dus de brandgangen die gebouwd zijn en allerlei andere instrumenten die we met elkaar ontwikkeld hebben de laatste paar jaar. In Nederland is ook betrokken achter de schermen bij discussies hoe dat zou kunnen. Maar dat is altijd tegen de zwaarste voorwaarden. En dat zijn de bestaande instrumenten. Die zijn er. Maar ik zie geen enkele noodzaak om nou weer allerlei nieuwe dingen te gaan bedenken. Maar bent u bereid om die op korte termijn ook in te zetten dan? Want voor Spanje en Italië moet er op korte termijn toch wel een soort morfineshot komen, lijkt het. Morfineshot gaat hier niet helpen. De enige weg voor Spanje en Italië uit deze crisis is dat zij bite the bullet, door de zure appel heen bijten en doorgaan met wat in de afgelopen jaren volstrekt onvoldoende gebeurd is, hun arbeidsmarkten aan te passen, te bezuinigen, groei te veroorzaken door de slimme maatregelen te nemen, de hervormingen door te voeren. Ja, dat is echt het recept hoe we het in Nederland ook gedaan hebben. Hoe zelfs een land als Finland, wat er heel slecht voor stond in de jaren 90, zonder hulp van buitenaf, zelf weer op eigen benen is komen te staan, omdat ze bereid waren die moeilijke maatregelen te nemen.